Welkom terug bij Limburg Vandaag. Ja, we hebben dit eigenlijk maar een beetje nu als Valkenburgs Heukske genoemd. Want Angie werkt in Valkenburg als chefkok bij Braza. En onze artiest Ken Heugen is van Valkenburg en is geweldig trots en greutsch op Valkenburg, hè, mag ik wel zeggen. Natuurlijk. Ja, één ding moest ik als eerste uitleggen. Het is een tweeling, hè? Ben je de eerste of ben je de tweede? Wie ging dat? Ik ben de oudste, 3 minuten ouder. Ja, wie kent ze mij nog garanderen dat ik de enige echte Ken Heugen voor me heb zitten? Dat werd ze natuurlijk nooit zeker. Hè? Nee? Is dat ook muzikaal, overigens? Ja, daar deed je ook wel regelmatig met zingen. En we zijn misschien toch wel van plan om in de toekomst samen gaat te gaan doen. En vooral na de zomer wel er intensief mee bezig zijn. Ja, wie heet er dan? De broer? Bob. Dus dan is het Bob en Ken Heugen? Misschien wel, ja. Maar ja, dan heb ik gewoon, is dan ook de klankkleur? Want dat vind ik wel heel interessant van een tweeling. Is dan de stemkleur, de klankkleur ook hetzelfde? Ja, ik denk niet dat iedereen dezelfde stem heeft, maar het lijkt wel heel dicht bij elkaar, ja. Is de broer dan ook liefhebber zoals dicht van het Limburgs lied? Ja, ik weet het wel zeker eigenlijk. Ja. Wie is het bij dicht begonnen? Ik heb even geresearched op internet. Komt tot de conclusie dat ze al in groep 4 in de kerstmusical zat. En dan heb ze eigenlijk een beetje een keuze moeten maken tussen of voetballen of muziek maken. Nou, ik koos redelijk goed voetballen. En ook door het werk heb ik een keuze moeten maken. En die koos ik eigenlijk voor de muziek, wat ik veel leuker vind. Op dit moment natuurlijk. En toen ook. En de muziek is er eigenlijk vroeg in gekomen, ja, weet je gezegd. We speelden ook wel gaat toneelspelkens met op school en zo. En eigenlijk hoort voor het toes altijd muziek. En zodoende denk ik dat het een beetje gegroeid is. Het is met de paplepel erin gegaan. Waarom Limburgse muziek? Waarom pak ze niet eens een keer Nederlandstalig, Engelstalig? Waarom blijft ze trots op Limburg? Nou, er zijn niet veel jonge Limburgse mensen die deze soort muziek maken. Wel veel in bandjes en zo. En, het spreekt me toch wel aan. Je ziet bijvoorbeeld voor in de Chantal of zo. En toen word ik flink jonger. Vond ik toch wel schitterend om te zien eigenlijk. Ja, zijn er zo weinig jonge Limburgstalige muzikanten? Ja, er komen nog steeds meer eigenlijk. Maar ik bedoel het aspect echt Limburgstalige muziek zingen. Mm-hmm. Ja. Nog even een pikant detail van dicht. Je bent vrijgezel. Ja, nog altijd. Ja. Heb ze geen titel voor of wie zit dat? Nou, dat is het hem, ja, denk ik. Ja? Ja. Is dat dan misschien ook moeilijk een relatie onderhouden als ze ook een carrière wil beginnen als artiest? Nou ja, nee, dat is niet moeilijk. Leg een beetje aan zichzelf, denk ik. Ja. Ja. Oké. Okay. CD 2009 heb ze uitgegeven. Vertel eens, gaat over die CD? Ja, een hele nieuwe CD, maar toch met één oude nummer erop, wat ook op de vorige CD kwam, Garage op Limburg, dat ik net gezongen heb. Verder een CD met een nummer, een ouder nummer, en helemaal in een nieuw jasje gestoken uit de jaren 60. Dat is eigenlijk een Valkenburgse lied, een soort ode, een soort volkslied, dat ik met toestemming van de familie heb mogen uitbrengen op die nieuwe CD. Een soort familietrots was dat, of? Ja, ik denk voor die familie pluimakers, zeer zeker, ja. Vooral als het lied, het werd gezongen door binnen alle Valkenburgse koren, ook alle harmonieën, zatenharmonieën en fanfares. Dus ze deed wel heel gaat voor een Valkenberger om zo'n nummer, als ze dat hoort, zijn heel veel de kippenvel gekregen. Ja, ja. Zatenharmonie, breng me even dat brugje naar de Vastelavond. De Vastelavond 2009, dat was erg succesvol van dich. Want ik heb tegen Venlo gezien, zowel op de promenade als in de Zoepkoel. Ja, schitterend. Dit jaar in Venlo. Heel spannend allemaal. Misschien ben ik gelukkig ertussen gekomen, maar voor ons worden alleen maar chique om te doen. Ik hoop volgend jaar er weer te staan. Mm-hmm. Verder een hele goede carnaval door een jubileumnummer voor de jeugdcarnaval. Daar midden te vielen het mogen maken. Zo uit de carnavalsvereniging. Mm-hmm. Een 5x11-jarig jubileum. En hij heeft mij gevraagd om daar een nummer voor te maken. In samenwerking met Guus Smeets. Mm-hmm. Dus kortom, een hele chique carnaval gehad. Oké, okay, we gaan dadelijk eigenlijk nog een groep toe, Pitchlight, die maken covers. Hè, dus die zingen wat anderen al gemaakt hebben, zo mag ik zeggen. Dat heb zich nooit overwogen om covers te doen? In een groep zingen en muziek maken in een groep is natuurlijk gans wat anders. En ik denk dat ook een stapje hoger is. Mm-hmm. Misschien in de toekomst zal ik dat wel proberen. Mm-hmm. Maar ik weet zeker dat het veel moeilijker is dan dat wat ik op dit moment doe. Oké, okay, ga je straks nog één nummer zingen. Welk nummer wordt dat? Dat wordt de Ode aan Valkenberg. Oké, okay, ik wens je vast succes. Hey, bedankt voor de komst naar de studios in het Retailpark. En zoals ik net eigenlijk al zei, we gaan van de ene artiest